Good morning. Morgen. Het is vandaag 9 juni, vrijdag 9 juni. Precies een week later dat wij terug zijn van Ibiza. Wat gaan we doen? Naar Londen. We gaan weer op reisvloggie, dus we nemen jullie mee. Het is nu 6 uur om precies te zijn. Eigenlijk niet weg, we gaan tanden poetsen. Dus Jesse heeft al haast, denk ik. Ja. Ja, dus we zien jullie op het vliegveld. Lekker vroeg. Ja, het is wel fijn dat je zo brengt. Het is namelijk... Wat zou je zonder mij moeten? Hè? Wat zou je zonder me moeten? Jij dacht dat je met creditcard moest betalen. En dan moest je je code invoeren, maar dat wist ik even niet meer. Dus alleen heb ik dat ding nog niet. Ik dacht, ik heb vast wel ergens opgeschreven, maar geen idee. Maar goed, ik kon er gewoon betalen. Ja, dus we zitten nu in de... Zal ik eens kijken, het was 45. En we moeten een uurtje. Wow. Maar wacht even. Oh. Ik heb 54... pond betaald voor die twee kaartjes en er is 64 euro afgeschreven. Ja. Daar moet oversteken. Gaat lekker. Ja. Daar moeten we oversteken, denk ik. Welke kant moeten we? Zeg, is dat de eerste? Het zonnetje? Is wel heel lekker. Is aanwezig. Het wordt van het weekend 29 graden, ja, zag ik dat staan. Ja, echt warm. Maar goed, is in Nederland ook. En dit wordt onze to-go-to station, denk ik. Want... 18 minuten lopen, Nick. Nee, dat ga ik echt niet lopen. Nee, oké. Hij zet die kant op. Ja, dus dan moeten we wel die andere. Ja, dan moeten we deze. Ja, dat zei ik. Dat zei ik. Helemaal niet. Nou, wie heeft gelijk? Nee, hij zei andere kant liefst niet. Ik zweer het dat ik deze bedoel dat ik die kant op ging. Anyway, nou, het is gezellig hoor. Kijk, ik heb het even goed geregeld, hè jongens? Nee, ik mocht eigenlijk alleen het park filmen. Toen zei ze, geef mij je koffer maar. Kijk, we moeten dus helemaal... Oh, dit was het park. Ik dacht, het is een heel groot park, maar dat valt heel erg mee. Dit gaat lekker. We hebben net de bus gepakt. Het was 7 minuten, dus je wilde het eerst gaan lopen. Nou, dat heb ik er wel even gauw uit erover gepraat. Nou, daar zijn we. Double tree by Hilton. Moeten we daar of daar? Daar, denk ik. We zijn nu in het hotel. Nou, dat is hilarisch, want we kunnen nog niet inchecken. Want het is nu... Even kijken. 11 uur. Dat is 3 uur. Dus je kan het op 2 uur proberen, maar het is niet gegarandeerd. Kijk, je kan ook gewoon heel cute hier zitten. Maar sorry, do you wanna use the boat? Kijk, daar is een boot. Toen zei ik... dus ik zei... What does the boat do? In de boot. Ik ben helemaal excited. Kijk, oké. Ik ga het even vertellen. En dan ga ik plassen, want ik moet ook... Dus hij vraagt, zij zei in het Engels, nou hij doet heel veel de boot. Maar je kan dus gewoon gratis met de boot naar de overkant. En dan zit daar, wat zei hij nou? Winkels, koffie, restaurants. Je kan zo vaak als je wil daar naartoe. Pies. Maar ik ga nu eerst plassen. Dus de roomtour die volgt. We zitten in de boot? Nee, jokes. Nee, dat is toch helemaal niet. Kijk, daar is het hotel. Ja, volgens mij zit het ook allemaal op. En dit is een soort kabinetje. Ja, en we kunnen dus onbeperkt met de boot. We zijn hier maar net, hè? Ik weet niet of waar is. Daar is de ferry. Ja, dan moeten we nog maar afwachten. Ja, en gratis. Hij zegt, je kan gewoon onbeperkt en gratis. Een beetje naartoe. Bij het hotel verblijf. Maar hij ging niet vragen, ook aan ons. Nou, het was. Ik zei, we made a reservation. Toen zei hij, ik kan niet inchecken. Toen zei hij, kunnen we wel eens koffers laten? Ja, natuurlijk. Toen ging helemaal dingen doen. Dacht ik, later... Maar stel, we verblijven hier niet. Er staat een koffer daar. Jij denkt ook wel weer in het slechtste van de mens. Huh? Ja, misschien is het wel een bomkoffer. Wauw. Wat zeg je nou? Ja, het is helemaal dramatisch, denk ik. Nou, en straks verblijven we er niet. Dan heeft hij mijn koffer en dan mogen we dus kwaad zien met die... Ja. Dit zit echt gewoon midden in de stad. Tussen de gebouwen. We hebben de Zara gevonden, toch? Is dat hier? Ja. Ja. Ben je lukken kopen? Wauw. Oh ja, dat is wel goeie. Dan kan ik hem alleen weer terugnemen. Wij zijn erachter dat het echt nog niet zo makkelijk is. En ik zei al, besef dat het nu gewoon in het Engels is allemaal. En straks
is het gewoon in... in Thailand, in Bangkok. Dus dat is echt bizar. Maar we zijn nu... Oh, dat wilde ik filmen. Dat vergeet ik nou weer. Nou goed. Wat? Dat we naar de... Waar we naartoe gaan. Dit is een verrassing, jongens. Het is een surprise. Blijf kijken als je het wil zien. Op de London Bridge. Kijk, daar is de Tower Bridge. Daar moeten we eigenlijk heen. Wauw, je was heel enthousiast. Ja, maar we lopen gewoon zo'n rondje. Wil je dat doen? Ja. Nou, dit is de welbekende Tower Bridge. We made it. Het waait echt fucking hard hier. Ook even voor onszelf filmen, dat is ook wel leuk, hè? Mensen kijken voor ons, toch? Ja, ik vind het helemaal leuk. We zijn helemaal toerist. We hebben net een ijsje. Toerist. We hebben net een ijsje gegeten van omgerekend 7 euro. 7,50 volgens mij. Ja. Dat is gewoon zo'n soft ijsje, weet je. Er nog meer potjes? Je krijgt bij de Mac nog meer, maar het geeft niet. Het was lekker. Nou, ik zat vol. Ik kreeg het niet op. Dat is heel zonde, maar. Ja, nog weggegooid ook, Del. Maar goed, hè? Leef maar één keer. Ja, we doen even chillen nu. We hebben al 12.000 stappen afgelegd en het is nog maar een kwartje twee. We gaan nog heel eventjes langs een marktje, want het zit hier dus dichtbij. En volgens mij is het dus heel cute. En hier is het station al, dus we gaan straks dan gewoon... Het is nog een paar minuutjes lopen, dus even kijken en dan lekker even naar huis even chillen. Ja, dus dan gaan we naar huis. Dat wordt de roomtour, hè? Roomtour. Als het goed is. Nou, hier heb je een soort marktje. Borough Market. De Borough Market. En Jesse Pes. Ik wil wel iets van een Shangri-La of zo. Wauw, heel cute. Oh, kijk hier. Ja, lekker. Sorry, hoe kan ik je mee? Lekker. Een beetje op de marktje straks in Bangkok, denk ik. Ja. Kijk, ik zal even voor jullie boven gaan filmen. Het ziet er allemaal heel cute uit van Graham, maar eigenlijk... Wat wil je hebben, schatje? Drinken. Je bent verzorgd. Nou, kijken of we drinken kunnen vinden. Ja. Wat ons opviel. Jou eigenlijk. Eigenlijk mij. Ik dacht, hier past mijn sticker niet in. Maar dan moet je er eigenlijk ook twee kopen natuurlijk. Ik ga ja, dat is wel handig om te hebben op zich. Maar. Goed, je komt, de entrance is hier. Heb je daar een hele closet. We zijn helemaal Engels gelijk. Heel bureau voor als je, weet niet, werk. Iets. We hebben een bed, hoi. Best wel grote tv. Dan hebben we hier de balkon. Dus als een bad, maar goed in de douche. Dus, of een douche in het bad. We hebben zelfs een balkon. Prachtig. Je kan ook wel eens gewoon een andere kamer. Goed, anyhow. En de Riverside View. Eigen stuk. Dat was niet. Oh wel, daar, kijk. Zie je het? Daar is de river. Nou, kijk, het is niet gelopen. Oké, ja, oké, nu echt. Ja, sure. Ja, sure. Oh! Oh, I don't know. Oh, ik weet nog niet over die jaren. Nee, maar oké, ik wist niet wat ik anders moest doen. En ik wil dat ik een hele weekend, de hele weekend jaren voel, dus met de hele weekend versierd zijn.
Een hele goede morgen. Het is even over 11. Zaterdag. 10 mei. 10 mei? Oh niet? Nee, juni. Oh. En we gaan nu even een ontbijtje scoren ergens. En we gaan weer met de boot eventjes over, maar dan zit je toch wel redelijk snel in de stad. En dan gaan we richting de Big Ben en de London Eye. Ik wil daar eigenlijk wel in. In de Red Rat. Oké. Okay. Ben je nog niet geweest? Nee. Oké. Oké, top. Weet je? Ik ook niet. Echt waar? Ja. Oh. Gaan we dat wel doen? Het was nog even een dingetje voor we nog gevonden hadden. Maar we zeiden, waar moeten we heen? En toen keken we naar rechts en toen... Oh, daar is hij. Dus ik wil wel erin, eigenlijk. Ja, let's go. Hoop dat het niet te druk is. Als we niet 6 uur in de rij hoeven, vind ik het goed. Nee, en ik zei ook al, het duurt wel lang, denk ik, voor je een rondje bent. Ja, dat ook. Maar goed, hè, je ziet wel heel Londen. Ja, dat wel. Oh, dat is waar. Ja. Oké, let's do it. Daar hebben we de Big Ben. En we gaan in de London Eye. Want ja, dat moet eigenlijk wel. Lukt het? Nee, het laat niet. We waren er bijna. Het duurde echt... We waren echt zo close. Ja, iedereen doet het natuurlijk hier op zijn telefoon. Kijk, al die mensen zijn daarmee bezig. Kijk. Oh, pay with credit card. Schatje? Nou, voor de mensen die... Hoe duur was het? Reken grof gezegd 50 euro. Dan kan je, dus hoef je niet te betalen, dan kun je gewoon een vaste vlog zien. We vinden dit niet zo mooi. Nee. Maar dit is ook mooier. Dan. Mooi. En hier heb je ook een vogelkwartje. Waar? Ja, hier. Oh. Maar dit is het mooiste gedeelte. Ik vind de Big Ben heel klein in het echt. Je had hem groter verwacht. Ja. Dat is het meer, denk ik. En naast de London Eye is het natuurlijk ook groter. Verder, ja, die kant. Ja. Hoge gebouwen. Het is wel een leuke ervaring om mee te maken, maar we vinden Amsterdam mooier. Gezet. Volgens onze tourguide Jesse van der Weigert is dat omdat als er iets met het paleis en zo, dan wordt iedereen opgetrommeld. Shebang. Dus we gaan nu even een stukje nog lopen naar het paleis toe kijken. Ik kan ook gewoon hier even chillen in het gras. Wat dan? Ja, het was echt overvol in die metro. Ja, ik hoorde niet echt alleen maar gewoon... Ja, ik moest het zo door allemaal warme oksels, het is 30 graden hier. Ik moest echt zo ertussen. Ik hoor echt helemaal... En een chick had een snotje aan de neus. Ja, nee, dus... Je stond gewoon voor mij ook. Dat voel je toch? Ik zei toch eerst, doe even zeggen, er hangt iets aan je neus. Godverdamme. Ja, dus nu alleen nog met de bus en dan lekker terug. En dan even douchen. Ik heb helemaal smetvrees gelijk op het kwartier. Godverdamme. Ik sta dus nu op de gang. Want ik ben uitgestuurd door Danique. Want die ging spullen klaarzetten. Omdat ik om 12 uur natuurlijk jarig ben. Ben je al klaar? Schiet op! Ja.
Nou, in Londen of in Nederland? In Nederland. In Nederland is het 11 juni. Dat betekent... Dat ik jarig ben! Dankjewel. We hebben al een roos gescoord. Hij is een jij beetje... hebt hem afgetroggeld van, die, van een of andere jongen. Nee, het geeft niet, het geeft niet. Het is je verjaardag, hè? Ja. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. Wat we vertellen even. We hebben net een drankje gedaan. Je, hebt ook, je knie voelt ook niet echt prettig en meteen ook niet echt. En morgen gaan we ook weer lopen. Dus we zetten minimaal 15.000 stappen op een dag. Ja, weet je, is het ook wel een keer genoeg. Dus ik dacht, nou, ik wil nog één keer ergens een drankje. Toen kwamen we soort op het Leidseplein van... Het Leidseplein van Londen. Toch? Ja, ja. Toen dachten we, dit is de place to be, maar ja. Dat was het niet. Dus ze zei, nee, we gaan met de kwartier dicht. Helemaal boos. Dus ik zei, oké, sorry, ik moest alleen even plassen. Ze zei, nou, ga maar. Toen kwam ik terug en zei ze, nee, je kan daar en daarheen nog een soort van... Lief doen. Ja. Dus toen kwamen we bij die eerste, nou, er stond echt een rij van hier tot Tokio. Toen zochten we die tweede plek, die konden we niet vinden. Toen dachten we, nou, dan gaan we gewoon uit het hotel kijken of we daar een drankje kunnen doen. Dat kon niet meer, wat ze dus nu zei ik heb wel een... watertje. Een glaasje water voor je, dat met ijs. Dat vind ik heel lekker. En ik heb dus nu als dan tegenprestatie de Niek met me gaat daydrinken. Dat is ook heel leuk, op mijn verjaardag. Heb je überhaupt als gedaydrinkt? Nou, het is day drinken. Gewoon overdag drinken? Ja. Hoeveel drankjes heb je dan gedaan dat je ging day drinken? Ja, 2 of zo. Nee! Dat is gewoon een drankje doen overdag, niet day drinken. Oh. Ik weet dat er iets is en ik weet niet wat het is. Volgens mij is het ook gewoon ingepakt. Dus. Ja. Oh, het is heel groot. Ja, en ik zei dus heel grappig steeds. Ja, maar je kan natuurlijk alles mee terugnemen, want ik heb nu je cadeautje mee. Maar ja, die moet ook gewoon mee terug. Mijn rug. ik vind het heel leuk. Dank je wel. It's your birthday. Het is vandaag 11 juni. Ja! 2023. Zondag, om precies te zijn. En het is vandaag mijn schatje de verjaardag. Yay! En wat de kaart. Moet je nodig ergens heen? Twijfel niet. Ik kijk meteen op de kaart. Oké, we gaan vandaag met de bus en de underground again. Dan gaan we naar Notting Hill. We gaan eerst even kijken of we ergens kunnen ontbijten. Moeten we niet een flesje water nog mee? Let's go! Goed, we gaan naar Notting Hill. En dan gaan we vanavond sushi eten. Ja, heerlijk! En jij de kleine zeever mee! Ja, oh, in Londen. Zo zin in. Ja, heel leuk! We zitten op het moment. Het is 1 uur. Aan de cocktails, want we hadden een belofte gisteren. Jullie weten het allemaal, hebben het allemaal gehoord. We zitten nu bij het eetgedeelte van de markt, maar op Notting Hill. Kun ik zo 2 uur pakken? Het is wel echt bizar als je... We moeten straks eigenlijk even, als we met de bus gaan, het andere deel van Londen waar wij zeg maar nu steeds komen, dus filmen. Ja, maar het is eigenlijk geen... Het zijn meer soort rijtjeshuizen waar wij zitten, maar... Zo, als je dan een stukje... Sorry, als je dan een stukje verder gaat met de bus, dan zat ik wel echt zo van oké, dit is wel een beetje creepy buurt. Waar wij nog zitten is nog wel een soort van oké, maar... Ja, maar het zijn ook wel rijtjeshuizen, maar wel een soort cheap of zo lijkt het. Maar dit zijn gewoon echt kassen van huizen. Ja, bizar. Gewoon 4 verdiepingen ook, hè? Ja. Een update. Ik heb het net zo warm als dat het eruit ziet. We zijn nu in New York. Ik dacht persoonlijk dat het groter was. Oh. Hi. Ze hadden alleen maar wijn. Ja, dat is natuurlijk Jester's favoriete afdeling.
helemaal goed. Ja, je trok het even in. Hé, fijn. Oeh, als het zo warm is. Naar huis gegaan of naar het hotel. Om 5 minuten onder de douche te staan, af te spoelen. Wat anders aan te trekken. En gewoon weer er naartoe te gaan. Want ja, we zijn toch echt vrouwen. Dat is wat je doet. Naar huis. Helaas, vind ik. Laten de slingers achter. We gaan nu, het is ondertussen. Wauw, we zijn echt ruim op tijd. Ja, maar goed. De bussen hier, het is toch allemaal. Of mijn Google geeft het niet goed aan, of de bussen doen echt hun eigen ding. Maar... Nou, elke keer zeggen ze dus ja, het is een half uurtje met de bus. En aan het eind zeggen ze ja, zo'n 3 kwartier over. Dus ja. Door. Dan kom je dus overal te laat. Dan ben je dus 1 kwartier te laat bij de film. Eindstand. Uitrijden nog helemaal niet. Of nou, in ieder geval, er was nog reclame. Dus we gaan nu de bus pakken. Dan naar Schiphol. Ja. Heathrow. Heathrow. Daar even wat eten, schatje. Ja, lekker. Oké, nou. Trouwens aan vrijdag en toen dachten we echt wauw, wat is dit voor airport, maar hier is het echt een beetje gewoon zoals Schiphol eigenlijk, heel goed geregeld, netjes. Wij zitten nu hier te wachten, je ziet het niet zo goed, maar je hebt ook gewoon van die gele borden en zo, het is allemaal heel duidelijk aangegeven, dus ik zit op mijn knieën. Beetje rustig aan, hè, kalm. Ik draait er eentje helemaal door. Huh? Het is nu. Oh, 12 uur. Maar we konden niet een boarding pass printen. Hè, schatje? Dus we hadden net helemaal een soort... Je wilde het zomaar doen alsof. We hadden net, je hebt hier van die self-scan dingen, maar dat ging niet dus. Yes, wij moesten onze handbagage inchecken. Ja, dat was wel super kut, 20 man, wat anders. Heb ik geen handbagage, of ik wil dat gewoon bijhouden. Ja, maar ja, de vlucht is vol, dus we moesten het inchecken. Het was gewoon echt verplicht. Het was geen eerste 70, nee, gewoon, dat was het. Ja. Maar mijn koffer, het is zo'n klikding, maar er zit zo'n slotje op. Het ziet er allemaal heel leuk uit, dus het lijkt alsof hij beveiligd is. Maar er zit dus geen code op, dus hij gaat gewoon open. Ik moest er net op zitten om hem dicht te krijgen. Dus ik denk, als je er een keer goed mee gegooid wordt en hij komt precies op het verkeerd punt dat hij gewoon boem zegt. En dan liggen alle spullen overal. Maar goed, weet je, gaat het is. We hoeven in ieder geval niet met dingen te slepen, maar ja. Nee, dat is dan wel weer lekker. En Jessie wilde per se niet bij die mensen. Waarom wilde je daar niet? Welke mensen? Ja, je zegt nee, ik wil niet hier inchecken. Ja, ik wil niet bij hem. Die mensen daarvoor hadden heel lang gewacht. Maar in ieder geval, ze wilde niet bij hun. Ik zeg, ja, je kan niet zeggen nee, ik wil niet bij jou. Dus dat wordt een beetje lastig. Maar goed. Mijn schatje heeft een nieuwe zonnebril uitgezocht. Oh, ik ga hem maar even laten zien. Maak hem even open. Heel leuk. Ja, vind je het leuk? Even de zijkant spotten. Nou, het heeft even geduurd, maar we staan in de tunnel naar het vliegtuig. Ja, jij hebt geduld niet meer, maar het heeft geen zin. Jij zit net bijna ruzie met een vrouw hier. Ja, ik vond het al onzin, want je had zones. Nou goed, er mag eerst zone 1, 2, 3, prima. Wij zijn 5. Dus een andere vrouw die roept zone 5. Dus ik stond daar en ze zegt zo, you're in zone 5, my dear. Dus ik wilde echt op mijn vrouw opstoot. Ik zeg, she just called zone 5. Dus de vrouw zei, ja. Oké. Ja, ik hoorde gewoon, jij gaat bijna vechten. Terug, ik doe maar kalm, want we moeten nog naar huis, zo, weet je. We're back! Ja, jongens, we zijn er weer. Mevrouw, mag ik vragen waar je zonnebril vandaan hebt? Nee, mag je niet. Zo! Het is hier warm. Ja, het is zo echt wel een ander graadje warm, hoor.
We mogen niet klagen, het regent niet. Nou, we zijn weer thuis na een hele dag gereisd. Ik ben kapot. De last van mijn jetlag. En die huurt uit. Dit was de vlog van Londen, jongens. Like en abonneer. Nee. We gaan hier nog aan werken. Er komt binnenkort een nieuwe video, denk ik, over van Spanje. Gaan we dat ook vloggen, ja, toch? Ja. Toch? Ja. Dus, peace out.